Gezondheidsminister Amar Ramadien zegt dat de vakbonden bij de verschillende ziekenhuizen wat begrip moeten tonen voor de problemen binnen de zorgsector. Hij stelt dat de vakorganisaties ook de juiste informatie aan hun leden moeten doorspelen. De bewindsman sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad over de ontwikkelingen binnen de zorgsector. Hij heeft recentelijk 2 uren vergaderd met de vakorganisatie bij het Academisch Ziekenhuis AZP zonder positief resultaat. Het Slans Hospital en het AZP zijn momenteel in beraad. Na deze uitleg van 2 uur hebben wij het beroep gedaan, zowel de directeur als het ministerie, op meneer Pool. Gaat u AUV beleggen? En we rekenen erop dat u in ieder geval niet verscherpt. Maar we kunnen u wel toezegging doen dat deze week nog de prestatietoelage. Dus weet hoe u het ook overbrengt naar het personeel. Ik weet niet wat er op de ALV is gezegd en gebeurd, maar frappant kregen wij de brief vanmorgen dat het besluit van de ALV is om de acties te verscherpen. Aangezien de minister gezegd zou hebben dat het personeel te veel geld gehad zou hebben. Dat hebben we niet gezegd. We hebben gezegd, precies zoals de feiten liggen, zegt u het precies zo aan de mensen. Maar wat er nu is gebeurd, de actie is verscherpt. Wat inhoudt dat er geen dispensatie is verleend meer aan het beddenhuis. Dat betekent dat alle patiënten die opgenomen zijn op dit moment, de klinische zorg niet gegarandeerd is. De minister geeft verder aan dat de ziekenhuisbonden allemaal een verantwoordelijkheid hebben en niet steeds abrupte besluiten moeten nemen in het nadeel van de samenleving. Hij stelt dat er beter gecommuniceerd moet worden door de organisaties. Alles neemt een beetje tijd, maar er moet begrip dan zijn van alle partijen. Als ik je als minister, als ik je als autoriteit uitleg wat de situatie is, stand van zaken, ik toon je de transparantie aan mijn tafel, hoe de zaken zitten, dan verwacht ik niet anders dan dat er ook wat redelijkheid wordt opgebracht. De minister geeft aan dat hij niet zal accepteren dat beddenhuizen van vooral het AZP gesloten worden.